De Stichting Onderwijs der EBGS is vandaag in samenwerking met het Rooms-Katholiek Bijzonder Onderwijs en Aria de Waker gestart met een tweedaagse landelijke rekenrally voor leerkrachten. Het thema is Rekenspelen is kennis delen. Marissa Renfrum-Juku, onderwijsconsulent van de Evangelische Broedergemeente, zegt dat er verschillende rekenspellen zijn uitgezet in een rallyvorm. De leerkrachten moeten deze spellen dan oplossen. De leerkrachten kunnen deze dan later spelenderwijs met hun leerlingen uitvoeren. Het hoofddoel van deze rekenrally is dat leerkrachten in de gelegenheid worden gesteld kennis te maken met verschillende rekenspelwerkvormen. En dat ze deze rekenspelwerkvormen een eigen maken. Dan met die ervaring teruggaan naar hun klasse, waar ze dus die ervaring dus dan ook delen met hun kinderen tijdens de rekenlessen. Dat ze dan de ervaring die ze hier hebben opgedaan, de manier waarop ze de spelletjes hebben uitgevoerd, dat ook gaan uitvoeren met de kinderen om rekenen aangenaam over te brengen. De rekenles aangenaam over te brengen. Renfrum geeft aan dat er 33 rekenspellen zijn ontwikkeld. De spellen hebben allemaal betrekking op de verschillende typen sommen op de verschillende niveaus. De spellen die zijn ontwikkeld hebben betrekking op het flow leerniveau vanaf leerjaar 3 tot en met leerjaar 8 en de eerste en de tweede klas op POJ niveau. Ja. Okay. En wie is de grote motor achter deze rekenrally? Het idee is gekomen van het Stichting Onderwijs der EBGS en in samenwerking met het Rooms-Katholiek Bijzonder Onderwijs en Aya de Waker worden deze twee rallydagen uitgevoerd. Marissa Renfrum-Juku, onderwijsconsulent van de Evangelische Broedergemeente in Suriname, EBGS. Zij organiseert in samenwerking met het Rooms-Katholiek Bijzonder Onderwijs en Aya de Waker een tweedaagse landelijke rekenrally voor leerkrachten. Deze ging vandaag van start.